Hallo allemaal, even een vlogje voordat ik ga beginnen met leren. Zoals jullie hier kunnen zien zit ik op mijn kamer op Papendal. Ik ben vandaag naar school geweest en deze middag hoef ik niet te trainen. Dus die kan ik besteden aan school. Vanochtend heb ik wel getraind van 8 tot 10. En om 10:30 moest ik de bus naar school. Ik had les tot 3 uur. En nu ben ik op mijn kamer. Het leren doe ik vaak op mijn kamer omdat het hier erg rustig is. Want ja, hier is het erg druk. Altijd mensen die bezig zijn op de gang. Ik leer niet alleen maar op mijn kamer, ook leren we wel eens in de woonkamer. Daar ben ik nu. Hier zijn nu ook twee meiden aan het leren. Het is hier ook lekker rustig. En zit hier gewoon een grote tafel. Hier kan je ook makkelijk overleggen als je hetzelfde moet leren of moet een samenvatting maken. Dus behalve op mijn kamer ben ik hier ook vaak te vinden. Net als veel andere meiden. Als het lekker weer is, zitten we ook vaak buiten aan het leren, zoals nu. Samen met Iva en ja, de andere meiden. Lekker, lekker warm. Dus ja, zo kunnen we ook lekker leren. Ik heb vorige week toetsweek gehad. Die ben ik goed doorlopen. Ik heb allemaal voldoendes teruggekregen. Maar toch heb ik nog twee herkansingen. Dus ik ga proberen om nog een hoger cijfer te halen. Want het hoogste telt natuurlijk. En ja, dan gaat het beginnen de voorbereiding op examens. Ik heb nog ongeveer 6 weken, dus dat is best wel kort. Want aangezien ik nog op de handbalacademie veel moet trainen, elke dag 2 keer, dan lijkt het over weg, maar voordat je het weet staat het examen voor de deur. Dus ja, tussen de trainingen door moet ik nu goed gaan leren. 'S Ochtends blijf ik gewoon trainen, dan moet ik natuurlijk even naar school. We hebben nog examentrainingen waar je dus examens gewoon gaat oefenen en gaat maken. Ja, en tussendoor moet ik toch de tijd die ik dan heb, moet ik besteden om te gaan leren. Dus het wordt nog wel een erg drukke periode, maar ik denk dat het wel goed gaat komen. Op dit moment heb ik nog geen stress voor mijn examen. Maar ik denk als het er dadelijk op aankomt, wanneer ik mijn examen moet gaan maken, of de week ervoor, dat ik dan wel meer stress krijg, omdat het dan echt gaat gebeuren. Maar op dit moment heb ik gelukkig nog geen stress. Dus ik zeg houden zo. Ik ben nu ook op tijd begonnen en ja, ik hoop dat ik ga slagen.